hip hop. Hey, let's move! Hip hop, hip hop, hip hop, hip is bigger than hip hop. That way, hip hop back. Hip hop, they never felt this good. Rap is something you do, hip hop is something you live. So, after hip hop in your smooth, after hip hop in your smooth. Come on, yeah. MC Jan. Yes, yes. Eindelijk. Eindelijk, ik ben er. Waar was je al die tijd, man? Ik was overal en nergens. Ja, ik was overal en nergens. Ja, want even voor de goede orde. Anarthrax kwam met een track afkomstig van jou. Die werd hier gedraaid tijdens ons 1 jaar bestaan bij Kink FM. Ja. Zodoende kenden we jouw naam, waren we op zoek naar jou en dat heeft bijna een jaar geduurd. Ja, het heeft lang geduurd en zoals ik in de radio-uitzending al vertelde, van het is via is het dan bij mij toch terechtgekomen dat ik wanted was. En daar ben ik zeer door vereerd. Nou ben ik er, ja. Nou, jij hebt, er zijn 3 tracks, zweven er een beetje rond. Ja. Op internet nu, sinds vrij recent eigenlijk. Ja, klopt. Vertel daar eens wat over. Welke tracks dat zijn? Weg voor Alles. Dat is een nummer wat ik zelf heb gecomponeerd. En dat is gemixt door Bobby van Putten. De track Minister van het Rariteitenkabinet heb ik ook zelf gecomponeerd. En Probeer te zweven, neem ik aan dat jij met de derde track dan bedoelt. Zo erg is het. Ze zweven zo erg rond dat het... Maar er zijn ook zoveel tracks, waar ik mee bezig ben en zo. Dus dat komt helemaal goed. Dat worden er meer dan 3. Hoe komt het eigenlijk dat mensen eigenlijk nu pas, dat we er nu pas eigenlijk een gezicht bij hebben? Dat we eigenlijk weten van oké, dit is MC Jan, hij is hier en hier mee bezig. Dat komt sowieso doordat het nu is het tijd. Het is nu tijd. Ik heb zelf ook het gevoel, het is nu ook tijd. Nu ben ik er klaar voor qua allerlei dingen, qua allerlei zaken. Het is gewoon nu is voor mijzelf een mooie tijd om in de ring te springen, zeg maar. Daarvoor was het, wat ik dan zeg, door allerlei omstandigheden, privé dingen, mensen met wie je samenwerkt, de samenwerking niet botert. Allerlei van dat soort zaken, die hebben meegespeeld daarin. Maar nu is het, wat mij betreft, good to go, gewoon gaan. Je bent gewoon flink op de achtergrond aan het werk. Ja, precies. Volg je dan wel wat er voor de rest gebeurt in de Nederlandse hip-hop scene, of... Ik krijg wel zo nu en dan krijg ik wat mee. Het is niet dat ik het heel erg, dat moet ik heel eerlijk zijn, ik volg het niet heel erg actief. Maar ik krijg wel zo nu en dan wat mee. Ja, jawel, jawel. Waarom is het juist nu tijd voor jouw gevoel om in de ring te springen, zoals je het zelf zegt? Ja, omdat ik nu, ik heb al die tijd, zoals ik dan zei, ik heb al die tijd getraind. En je kan niet zonder een degelijke voorbereiding in de ring gaan. Als je dat wel doet, dan... Wacht er een pak slaag op je, zeg maar. En nu heb ik het gevoel dat ik het aan kan. Of in ieder geval dat ik, ik waag de sprong. En ik voel me sterk genoeg om het gewoon te gaan doen nu. Yo, ik L-O-O-P, met een hand voor mijn ogen. Ik raak niet zo snel op dreef. En ik K-I-J-K, naar het lot waar het naartoe leidt, loop ik blind achterna. Het gezet, E-U-R, of het wel of niet werkt, jongen, soms gaat het veel te ver. En je H-O-O-R, dat het draait om het hokje plaatsen, maar dat lijkt me sterk. Je hebt heel veel tracks liggen. Ja. Hoe ga jij selecteren? Ga je echt selecteren van wil je echt iedere track gaan gebruiken? Ga je dingen op internet zetten? Precies wat je zegt inderdaad. Het is de selectie is van dat ik iets heb van bepaalde tracks zijn voor internet. Die worden voor download. Bepaalde tracks die worden dan voor album. En of dat kan ook eventueel een download worden. Of misschien nog heel old school. Of de cd is old school nu. Voor mij is het een cd gewoon nog steeds de shit, maar goed. Het is inderdaad zo'n selectie. Bepaalde tracks zullen het niet halen. Er zullen ook weer nieuwe tracks worden geschreven natuurlijk. En de tracks moeten een verhaal vertellen. De tracks moeten, zoals een stripverhaal zeg maar. Elke track is een onderdeel van het grote verhaal. En aan de hand daarvan selecteer ik ze, zeg maar. Ja. Dan de naam MC Jan. Op zich ook een opmerkelijke naam. Ja. Ja, de naam Jan, dat staat voor, zoals ik zeg, van... Jan is de meest voorkomende naam in Nederland. Jan is wat in Amerika John is of Juan
in Spanje, dat soort dingen. Dus dingen zo, mensen verwachten niet, ze verwachten vaak niet dat ik dan MC Jan ben. Misschien omdat ik een andere kleur heb of zo. Ik weet het niet. Maar goed, dat is natuurlijk ook een bepaald verrassingselement. Leuk om mee te spelen. En ik blijf zeggen, iedereen is een Jantje. Dat is mijn visie. Iedereen is hetzelfde. Iedereen is een Jantje. En ik ben ook maar een Jantje. Vandaar de naam MC Jan. Wat verder ook opvallend is dat de track die ik in ieder geval gehoord heb, dat er geen enkel scheldwoord aan te pas komt. Ja, dat is wat ik zei. Het is een bepaald... Het is ook poëzie. Het heet niet voor niets rap, rhythm en poetry. Dus ritme en poëzie, vrij vertaald. Dus ja, de poëzie, dat vind ik een belangrijk element erin. En ik vind, als je schrijft, dan ben je eigenlijk net als een beeldhouwer. Je bent bezig om het te structureren, perfectioneren binnen je eigen mogelijkheden, binnen je eigen kunnen. En daar is af en toe is daar gewoon geen plek voor scheldwoorden voor. Dan is dat, voor dat scheldwoord zou een veel beter woord kunnen om het nog veel sterker te maken wat je wil zeggen. En zodoende is het gewoon vaak dat dat scheldwoorden bij mij eigenlijk niet eens, ik denk er niet eens aan eigenlijk. Pas wanneer het echt een bepaalde kracht zou kunnen hebben, of in een bepaalde lijn, in een bepaalde tekst zal ik het gebruiken. Maar niet te pas en te onpas. Waardoor komt dat volgens jou, dat het niet in je opkomt? Ja, dat heeft met verschillende dingen te maken. Het heeft ook inderdaad, je moet ook jezelf natuurlijk ergens onderscheiden. Maar het is ook, zo ben ik gewoon. Als ik met jou nu praat, dan praat ik ook niet de hele tijd met scheldwoorden. Dus waarom zou ik het wel in mijn tekst doen? Ik bedoel, zo praat ik gewoon en ja. Dat is eigenlijk de reden. Er is eigenlijk niet echt een reden voor, dat is het hele ding. Er is niet echt een reden voor dat ik niet scheld, het is gewoon hoe ik praat. En op dat gebied onderscheid je? Zijn er nog meer dingen waarin je... Blijkbaar onderscheid ik me op dat gebied. Ik bedoel, ik vind het niet iets bijzonders op zich, maar omdat het in hip-hop iets is wat veel terugkomt, valt het dus blijkbaar op. Maar het is niet dat ik mezelf, dat ik het doelbewust doe om anders te zijn. Het is gewoon wie ik ben en... In dat gedeelte denk ik. Het maakt niet uit of je snel gaat. Pak je welvaart, want de K-L-O-K. Je zal zo merken dat hij snel draait als je met het wel praat. Er is geen T-I-J-D voor de race. Mijn M-A-A-G te vaak leeg. Steeds T-H-E-E. Ik was gewoon genoeg van het trots. Het was een zonde Z-E-E-P. Ben je op andere dingen ook anders, vind je dan van jezelf? Gelijk met andere MC's of beats? Ja, qua muziek heb ik wel... Ik heb wel bij mezelf gezegd dat ik probeer muzikaal wel dingen te doen die... Ja, vernieuwend zal het nooit zijn, want alles is in muziek al een keer gedaan. Maar ik probeer wel iets fris... Het moet fris zijn, weet je wel? Het moet fris zijn. Het moet fris en eigen zijn. En ik heb ook gemerkt dat als je je beats zeg maar componeert, kan je de nummers ook wat meer eigen maken. Dat je bent vanaf nul begint de beat, vanaf nul begint de tekst en het groeit dan zeg maar samen. En dat dan, dus net zoals dat je eten kookt en dat je de kruiden lang laat intrekken, is misschien een vaag voorbeeld. Maar dat smaakt anders wanneer je de kruiden achteraf pas eroverheen gooit. Zo is het ook een beetje. Ben je iemand die echt de regie van een track gewoon helemaal in eigen handen wil houden? Ja, zover ben ik nu wel, dat ik wel... Ik heb jarenlang gewerkt met producers en met mensen die gewoon zoals het gaat. Je krijgt een beat aangeleverd, je voelt hem, je doet je ding. Maar ik heb nou wel bij mezelf meer iets dat als ik zeg van ja, ik wil daar en daar een break hebben, dan moet dat gewoon simpel, makkelijk gaan. En als ik daar zelf achter zit, dan heb ik dat in eigen hand, waar ik de break wil, waar ik dit wil, waar ik dat wil. En dan aan de hand met degene die dat dan bijvoorbeeld als een producer het voor me mixt, kan je altijd nog discussiëren over bepaalde dingen om het nog beter te maken. Maar ik wil inderdaad... Je ziet de fleurigheid wel op tv, maar in de praktijk is het hel, nee. Ik zoek een SCHAT aan ervaring. Ik heb als de NS speelt er vaak vertraging. Dus SCHUD, AUB, alle kaarten. Ik doe vandaag een gokje mee, want het SCHIP dat vaart door. En dit belooft een hele lange zwem door zee. Ja, je bent gelovig. Ja. In welke zin ben jij gelovig? Nou, in de zin dat ik het woord van Christus zeg maar volg. Dat is het eigenlijk. Ik bedoel, dat is voor mij dat is een bepaalde gids hoe je in het leven kan staan. Kijk, mensen kunnen heel veel erover zeggen. Maar waar het op neerkomt is dat de dingen die daar staan, die in de Bijbel staan,
dat is een gids voor alle dingen. Want er zijn al zoveel mensen voor jou geweest. Die hebben het allemaal al meegemaakt. En je kan alleen maar daarvan leren en het ten voordele voor jezelf benutten. En ik merk bij mezelf dat het mij verder brengt. Dus daarom is het voor mij belangrijk. Wat voor anderen betekent is verder hun zaak. Maar het heeft mij verder gebracht. Dus daarom is het voor mij ontzettend belangrijk. Het is voor jou belangrijk. In hoeverre komt dat dan ook terug in tracks die je schrijft? Ja, dat komt in de tracks die ik schrijf. Ik zal het er niet super dik bovenop leggen. Het is als ik voel dat ik er iets over moet zeggen, zal ik het zeggen. Maar in principe is alles wat ik doe, dat heeft misschien ook gelijk ermee te maken dat ik bijvoorbeeld niet scheld. Weet je, onderbewust heeft dat er toch mee te maken dat ik... Dat ik weet van, ik zeg dit soort dingen nu dan, dus dat zou een beetje haak staan als ik dan in mijn tracks een heel ander iemand zeg maar zou neerzetten ofzo. Dus zodoende komt het terug in mijn tracks, maar ik moet er dan wel bij zeggen van, ik ben groeiende in het proces. Dus dat zal, als de luisteraar dat mij een beetje gaat volgen, zal hij dat ook merken, dat af en toe steeds terugkomt zeg maar. Maar het lijkt me dat ik allemaal eisen voor een tijd ga vermijden. Serieus? Omdat ik ga reizen naar de maan voor een tijdje. Lieve mensen, het spijt me. Probeer al een tijd te zweven. Maar kom niet van de aarde met mijn beide benen. Nee, nee. Mijn schoenzolen blijven kleven aan de ijskoude grip van de... Hoe kijk jij aan? Je hebt binnen hiphop natuurlijk verschillende stromingen. Ja. Je hebt ook in Nederland, eigenlijk een beetje sinds vorig jaar, heb je ook een soort van christelijke hiphop stroming. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet heel veel van vernomen heb, de eerste. Maar ik denk dat het altijd goed is als er zoveel mogelijk, het moet zo breed mogelijk zijn allemaal. Ook voor iets zoals als je het dan hebt over hiphop. Dat moet breed zijn. Dat moet niet alleen maar zijn van, oké, die is nu een hype, dus iedereen die gaat dat soort muziek nu maken. Het moet breed zijn, er moeten verschillende dingen zijn. Er zijn zoveel verschillende mensen, verschillende smaken. En ja, wat betreft christelijke hiphop, ik zie het altijd als iets positiefs. Als iemand daarmee bezig is, dan is het altijd positief. Het is moeilijk om dat te doen en toch negatief te zijn. Dat is gewoon een ABC'tje eigenlijk. Maar zou je jezelf ook in dat hokje willen laten duwen op een gegeven moment? Of heb je zoiets van, nee, ik moet het zo groeit, als het zo groeit dat ik steeds meer de drang krijg om steeds meer daarover te hebben, dan zij het zo, dan mag ik in dat hokje geduwd worden. Ja. Maar in principe, ja, ik zou niet zeggen, ik maak christelijke rap. Dat is het niet. Het is meer dat ik... Het is meer mijn geloofsovertuiging, iets persoonlijks, wat je wel zal... Het is vandaag zo'n dag, het is vandaag weer zo'n dag, zoals ik velen zag. Je pakt een bankje, jointje, drankje, zo eentje, Jantje, vergooi ze kansen nog zo meteen. Ben gemakzuchtig het gemiddelde lam, zo kom ik lotgenoten tegen en ontwikkel verband. Dan Café de Waarheid, dat is eigenlijk een heel groot project. Waar ja, Café de Waarheid is het omhulsel van het hele project. Dat is, het idee erachter is zeg maar, Café de Waarheid is eigenlijk een symbolisch café. Het café is eigenlijk het leven op zichzelf, is het café. En in een café merk je ook vaak, er zijn zoveel verschillende mensen die allemaal hun verhaal hebben, allemaal hun dingetje. En MC Jan die komt in Café de Waarheid zijn story geven, om het eventjes zo te zeggen. En dat is Café de Waarheid, dus dat houdt het in. En dat is het omhulsel van het project. Binnen dat kader zullen meerdere dingen worden uitgebracht, zeg maar. Maar dat is dat mensen in ieder geval weten, Café de Waarheid, dat is MC Jan, Café de Waarheid. Wat is de route die MC Jan nu heeft uitgestippeld voor zichzelf de komende tijd? De route die ik nu heb uitgestippeld is binnenkort sowieso, wat ik al vertelde in het... Rond het najaar hoop ik dan iets te gaan releasen. Per download hoop ik een aantal dingen te gaan aanbieden. Dat mensen gewoon die dingen gewoon kunnen ophalen van het internet. En daarna is het vooral noise gaan maken. Er ligt heel veel dingen klaar. Er zijn heel veel talentvolle mensen met wie ik werk. Onder andere mijn broeder Nostalgie. En ik wil hun ook daarin helpen. Hun helpen mij en ik wil hun daarin helpen. Dus dat is de route die is uitgestippeld. Dus dat het gewoon, dat wij ook gehoord gaan worden eigenlijk. En daar is dit een onderdeel van dat ik nu hier ben. Ja, wat ik me afvroeg. Je zei zelf, ja, ik volg niet echt alles wat eruit komt. Nee. Heb je bijvoorbeeld het laatste album van Unique gehoord of niet? Toevallig heb ik daar wel wat van gehoord, ja. Want hij heeft namelijk ook een track waarbij hij...
Je weet al waar ik op doel, denk ik. Ja, ja. Ja, nou, ik zie het zo, kijk, die track, dat spellen bedoel je dan? Ja. Ja, dat spellen, dat, sowieso is het niet nieuw in hip-hop. Dus nee, oké. Ik zal het niet claimen van ik heb dat bedacht of zo. Maar ja, misschien heb ik hem geïnspireerd en dat zou ik alleen maar mooi vinden als ik een gevestigde naam, om het even zo te zeggen, kan inspireren vanuit mijn positie eigenlijk. Dat is alleen maar mooi. En verder, ja, verder is iedereen vrij om te doen wat hij wil en te zeggen wat hij wil. Dus als nou nog iemand zo'n track maakt, dan zei het zo. Maar ik heb die track in 2005 geschreven, dat is alles wat ik weet. Ik herinner één gast, ik noemde hem nicotine. 100 karaat rook ik om hem heen als een slinger. Rookte als een ketter, zoals het dan heet. Gebruikte middelen en raakte minder op dreef. Hij was vol met verhalen, maar van binnen wat leeg. En het antwoord dat ik nicotine had, het geven ze spijt me. Ja, zijn dus, ik bedoel, als jij jezelf nou moet indelen, zie jij als een nieuwe generatie MC of ja, dat niet? Wel, dat wel, want ik ben nog niet gehoord, dus het is sowieso nieuw voor de mensen. En ik denk inderdaad ook dat hip-hop ontwikkelt zichzelf ook, hip-hop groeit, hip-hop wordt ouder en hip-hop moet volwassen worden. En dat is een beetje ook in mijn leven, ik moet ook volwassen worden. En ik zie daar wel een soort van gelijkenis in met mij en dan hip-hop. Want sowieso betekent hip-hop voor mij alles eigenlijk. Ik ben er al zo lang mee bezig. Het zit zo erg ingebrand. Maar ik denk dat het inderdaad wel, ik denk dat ik wel toebehoor aan een nieuwe lichting, ja. Aan een nieuwe lichting die nog niet gehoord is. Ja, zeer zeker. Tot slot nog laatste woorden? Laatste woorden, dat is, ik zou zeggen, hou het in de gaten. MCON at MySpace, of MySpace MCON heet dat. Nostalgie5314.nl, daar houden we je op de hoogte. En ik kan niets anders zeggen dan dat ik ben muzikant, ik ben songwriter en ik zal blijven schrijven. Dus ik zal dingen blijven brengen. Vanaf het moment dat het gebracht is, zal er dingen blijven komen. We gaan beginnen, We gaan het afsluiten. Ga weer terug naar huis, 5314 Hilversum. Yo, check it. Ik leef niet meer op straat, de straat leeft in mij. Misschien word ik koud, dus zal het zeker zijn. Maar ik kan niet heel de dag daar aanwezig zijn. Zomaar rappen met je honger, dat is verleden tijd. Ik wil stabiliteit, ik wil zekerheid. Wie betaalt mijn rekening op wat? Zeker jij. Ga niet moeilijk doen, dan wil ik dan ook wederzijds. Want wie niet met mij is, die is gewoon tegen mij. Ik drop gelijk een beeld, spraak en een gelijkenis. Ze komen met theorieën, maar ze wijzen niks. Tenminste zijn mijn theorieën praktijkgericht. Als je vonkt, dan ben ik snel klaar. Denk je ondoordacht, dan ben je voorspelbaar. Ey, alles moet snel, snel daar. Check eerst je welzijn, dan pas je welvaart. We moeten doorgaan, doorgaan tot het bittere eind. Zelfs al smaakt het naar mindere en bittere wijn. Rug recht, kind naar de hemel, push naar het noorden. Nu doorkomen, ik denk morgen wel aan morgen. Nog altijd even jong in gedachten. Maar kinderlijke eenvoud is voorbij, kijk, we worden pro-volwassen. Doorgaan, shit, misschien zijn we wel vertraagd. Maar het eindigt, zijn bijna uit de hel geraakt. Op naar het land dat voor honing en voor melk is gemaakt. De tong is wapen en we zijn best wel bespraakt. Geloof simpelweg het verhaal. Als motivatie om te kruipen door het oog van de naald. Mijn gedegen houding, mijn nieuwe levensbeschouwing. Renovatie, oftewel gewetensverbouwing. Volg Christus tot de kist dicht is. Breek de cirkel die gemaakt is om te falen in de wetten van de wereld. Ja, MC Jan Nostalgie. MC Jan Nostalgie in de huizen. Blijf op reis. Ik heb op in je schoen. Vergeet die namen nooit meer. We komen eraan. Ja, MC Jan hier zo in Hilversum Noord. Bij Kink FM, hiphop in je smoke. We even snel een shout-out doen naar Jit, Mr. Sweet. Ik wil jullie bedanken dat ik hier zo mag zijn. Ik ben hier met mijn broeder Nostalgie. En houd het in de gaten.